Wat is er beter dan een zwembadfeest? Hoi, ik wil meedoen. Wat? Wie is dat? Ik ben een fee. Herken je mij niet? Magische transformatie. Ik ben het, Bloem. Gemberfreak? Ze heeft zelfs vleugels. Kijk haar trillen. Dat is hilarisch. Ik wil naar het zwembad. Niet zonder staart. Mijn gezicht. Mijn vleugels. Oh god. Zit Fairy. Je ziet er vreselijk uit. Kijk zelf maar. Wat moet ik doen? Niets kan je nu nog helpen. Ik wilde gewoon zwemmen. Je hoort hier niet. Dit zwembad is alleen voor zeemeerminnen. Oh ja? Dan word ik een zeemeermin. Wat? Waarom werkt het niet? Het komt allemaal door het water. Ik heb een backupplan. Deken, schelpen en plakband. Mijn zeemeerminnenkostuum is klaar. Auw! Woef, wat een show. Mijn kroon. Ik gebruik aluminiumfolie. Zeemeerminnen houden van sprankelende dingen. Ik ben klaar. Wat denk je? Oh, ja hoor. Tadaa! Oeps, dat is lastig. Ze ziet eruit als een enorme gele rups. Dit is het meest gênante dat ik ooit heb gezien. Ik heb medelijden met haar. Ik zou moeten helpen. Hier is een lijst. April? Dan krijg je de ketting en dan ben je een van ons. Hier is de tafel. Ik zal hiermee beginnen. Wat een verschrikkelijk geluid. Die vee is zo vervelend. Ik ben moe. Oh nee, nog meer puistjes. Ik doe ze weg. Walgelijk, je verpest alles. Woeps. Oh nee, dat is een monster. Ik zal snel moeten handelen. En ik kan dit rietje gebruiken. We kunnen niet eens in alle rust van onze drankjes genieten. Ik weet het, toch? 1, 2. Dag, puist. Maar er is nog steeds een rode vlek. Nee, het werkt nog steeds niet. Ik bind gewoon een touwtje vast en ga vissen. Wat is ze aan het doen? Niets. Ugh, ik ben haar zo zat. Kijk eens naar mijn nieuwe ketting. Ik heb iets. Een grote vis. Wauw, mooie vangst. En set acnepleisters. Ik zal ze opplakken. Wachten en kijken. Mooi, dus wat nu? Make-up, maar ik heb geen. Ik kan daarbij helpen, terwijl Daphne niet kijkt. Bloem, hier, dit is voor jou. Deze scrub is in beperkte oplage al te koop. Bedankt, wat is dit? Mascara, oogschaduw, alles wat ik nodig heb. Ik begin met oogschaduw. Elke kleur is genummerd. Maar dat betekent waarschijnlijk niets. Ik gebruik de helderste tinten. Nog meer glitter. Meer kleurtjes hier en daar. En mijn make-up is klaar. Ben ik mooi of zo? Onze vee is een echte clown. Oh nee. Het werkt nog erger. Hallo? Ja, je hebt je schubben geverfd. Vangen? Het is nog een hint. Oh, ik snap het. 1, 2, 3, 4, 5. Mijn make-up is klaar. Uitstekend. Hier is je eerste ster. Dank je. Wat? Ze ziet er te goed uit. We moeten haar afkoelen. Oh nee, mijn make-up is kapot. Dat is zo triest. Jammer. Dat was zo gaaf, Daphne. Wie is een genie? Ik. Oh ja? Neem wat visvoer. Lekker. Ik geef niet op. Make-up, nummer 3. Ik zal de oogschaduw in de numerieke volgorde aanbrengen. Het werkte. Hoe gaat het? Perfect. Neem je ster. Mijn eerste ster. Geen sterren. Zij weer. Vang. Eten. Vervolgens een staart. Wat kan ik gebruiken om het te maken? Ik knip het uit karton. Ja. Wikkel het vervolgens in stof.
Nee, dat werkte niet. Ik heb een plan B nodig. Ik buig een hanger in de vorm van een staart en bedek hem dan met stof. Nu kan ik het proberen. Mijn mooie benen. Ik zal hoge hakken missen. Ik zie er goed uit met een staart. Zeemeerminnen, hier kom ik. Auw. De vee zit helemaal verstrikt in haar vinnen. Kijk. Maar ze verdienen een ster. Ja, een tweede ster. Wie heeft er pizza besteld? Een bezorger? Dat is van ons. Bedankt. Mer pizza is mijn favoriet. April, hij is er nog. Wie betaalt hiervoor? Gotcha. Oh. Ik moet gaan. Ja, zo wil ik ook zingen. Wacht. Eel, je zang maakt muziek. Waarom? Je zult nooit zingen als een echte zeemeermin. Dat zullen we zien. La la la. La di da. Ik ben klaar. Ik ben Bloem. En dit is mijn lied. La la la. Geweldig. Ik kan nog beter zingen. Je kent mijn naam. Hoor nu mijn deuntje. Ik ben een betere zeemeermin dan jullie allemaal. Yo! Verschrikkelijk. Oh ja? Gefeliciteerd. Je was geweldig. Hier is je ster. Dit is belachelijk. Hoe zou ik dit leuk kunnen vinden? Ik vind het helemaal niet leuk. Mijn outfit ziet er niet erg zeemeerminachtig uit. Een fles? Waarvoor? De piraten zijn hier. Ik zie een schip. Kijk in de fles. Oh, een kaart. Woef. Ik moet de schatkist vinden. Niet hier. Links, rechts. Ik snap het niet. Ik heb overal gezocht. Vecht tegen mij. Piraten geven nooit op. Ik ben gewond. Ik win. Ik ben de grootste piraat aller tijden. Daar? Let op, laten we blijven spelen. Ik denk dat ik erna moet graven. Oh, wat is dit? Oeps. Wat is dat geluid? Dat moet ik even checken. Oh, dat was degene die aan het kwaken was. Wat zit er in de borst? Bekijk mijn stijlvolle nieuwe outfit. Oh nee. Oké, prima. Hou je van ketchup op mijn staart? Nog erger. Een toiletmeermin. Oh nee. Spoel weg. Huh? Ik kan het niet zien. Ik wed dat je deze outfit geweldig zult vinden. Dat doe ik. Daphne? Wakker worden. Whoops. April. Ja, dit zal werken. Bloem, jouw ster. Bedankt. Nog één. Ik heb een nieuw kapsel nodig. Ik zal iets uitproberen. Ik hoop dat het helpt. Vang de bal. Geblokkeerd. Neem dat. Ik ben zo onhandig. Onhandig en slordig. Gewoon altijd alles laten vallen. Zeg vaarwel tegen je bal. En mijn haar is klaar. Perfect. Nog een ster. Nog een ster. Dank je. Een foliekroon. Een echte zeemeermin heeft iets beters nodig. Ik zal dit proberen. Wat een vreselijke hoed. Ernstig? Oh, ik moet iets anders proberen. Ik ben trots op je. Vang. Ik heb nog een ster. Nu ben ik er klaar voor. Wat als ik begin te verdrinken? Oh, dat kan ik niet laten gebeuren.
Ik heb een snorkelmasker meegenomen. Een zeemeermin met een masker. Ik ga dood van het lachen. Zeemeerminnen hebben kieuwen. Ik ben duidelijk de beste zeemeermin ooit. Deze dokter zal helpen. Bel hem. Dokter Vis? Hallo, dokter? Ik ben hier. Ik heb kieuwen nodig. Hilarisch. Ik kan je betalen. Oh, dat lijkt er meer op. Laten we beginnen. Hoe zit het met het geld? Dit zou genoeg moeten zijn. Bedankt, dokter. Nu ben ik een echte zeemeermin. Oh, een vliegende inktvis. Zeemeerminnen hebben contacten nodig. En die heb je niet. Het is voorbij. Ik zal nooit een echte zeemeermin zijn. Eindelijk snap je de foto. Jij hoort hier niet. Wacht, waar ga je heen? En ik dan? Vangen! Wat? Lenzen? Voor mij? Bedankt! De lenzen zijn binnen. Hier is de ketting. Gefeliciteerd! Nu ben je een echte zeemeermin. Welkom! Stop! Geef die ketting terug. Je zult nooit een van ons zijn. Nee, je hebt alles verpest. Mijn ketting. Ik ben de beste zeemeermin. Je bent een slechte zeemeermin. Kun jij het maken? Wat? Laat me binnen. Nee, je was zo gemeen. Oh, zo zal het zijn, hè? Dan ga ik magie gebruiken. Nu ben ik een vampier. Je mag geen magie beoefenen. Zegt wie? Jij? Neem dat. Dat is wat je verdient, garnaal. Ik ben zo slecht. Wat moet ik nu doen? Heks, geef mijn toverstok terug. Probeer het maar van me af te pakken. Ga en kom niet terug. Dat is niet grappig. Ik moet haar vinden. Ga de vloek verbreken. Lila, waar ben je? Laat mij door. Je hebt me doorgelaten. Ik ben je ergste nachtmerrie. Lila, mijn geld. Hé, vampier, wat ben je aan het doen? Je zou naar het kind moeten zoeken. Lila, ik bel de zeemeermindienst. Hallo? Oh, hallo. Heb je dit meisje gezien? Sorry, dat heb ik niet. Doei. Hé, rustig aan. Mijn poster. Je voet zal snel genezen. Ik weet wat de baby nodig heeft. Puppy. Oh, zo schattig. Hallo, maatje. Oeps, plotwending. Het is een vechthond. Mijn gezicht. Ik repareer het zo. Ik heb honger. Ik snak naar een... Laat maar raden. Een donut? Hier, laten we eigenlijk naar de winkel gaan. Neem een heel bord donuts. Versla jezelf. En dit wil ik. Ik zit vol. Heilig stuifmeel. Oh, hallo dokter. Schiet hierheen. Wat is het probleem? De jongen kreeg snoepuitslag. Ik begrijp het. Laten we deze puistjes eruit halen. Niet doen. Er is een gemakkelijkere uitweg. Dus waarom zou je me in de eerste plaats bellen? Dus jij helpt ons dit aan te pakken? Alsjeblieft. Hoe meer je eet, hoe minder het kind te eten krijgt. Oef, ik ben klaar. Mijn taak zit hier erop. Tot ziens. Dit is hysterisch. Hé, schat. Weet je, de dingen zijn misschien niet zo erg als ze lijken. Wat als ze gelukkig met een vriend op een regenboog loopt? Nee, wakker worden. Zo is het helemaal niet. Ze ontmoeten een griezelige zombie. Help! En hij staat op het punt haar te bijten. Stop met mensen bijten en bang maken. Ik bel 112. Hallo agent, ons kind is vermist. Hallo,
kun je me horen? Haar naam is Lila. Hey Lila, wil je wat fruit? Of bloemen? Kom op, lach. Oh, ik heb een idee. Wil je spelen? Doe Kissy Missy. Niet kijken, niet geïnteresseerd. Nog steeds niet geïnteresseerd. Dus, hoe ziet dat eruit? Kom op, vertel me wat je wilt. Ik zal alles doen. Ik wil een vee zijn. Geweldig, dat kan ik. Kies een veeënkroon. Deze? Nee, deze ook niet. Oh, één. Cool. Perfect. Mag ik vleugels? Tuurlijk, hier. Wauw, mijn vleugels. Ik ben zo goed met kinderen. Nu het beste deel. Ik heb een toverstaf nodig. Absoluut. Geweldig. Nu kan ik naar huis. Hey agent. Kijk, hier is een foto van haar. Oeps. Het verdronk in ons verdriet. 1 seconde. Eigenlijk is Lila schattig. Bleek. Met elegante tanden. Ze lijkt een beetje op een vleermuis met hypnotiserende ogen. Ja, lijkt veel op haar. Nee, helemaal niet. Ze ziet er heel anders uit. Ze heeft chique staarten, zoals een vis. Een slank geschubd been, staartmaat 4. Zoals dit? Wat? Dat is Lila niet. Dat is een verkeerde manier om haar te beschrijven. Ze heeft letterlijk geen staart. Oost-west, thuisbest. Woeps. Hey vee, hier is je eigen toverstok. Mag ik wat veeënstof? Hoe zit het met pollen? Prima. Ik ga naar huis. Lila, waar ga je heen? Rode ogen, dunne botten, kieuwen, vinnen. Nu? Nee, dat lijkt helemaal niet op haar. De staart moet eraf. Vertel het hem, Zeemeermin. Vampier, Zeemeermin, ik ben thuis. Oh, perfect. Dat is een sprekend beeld van onze baby. Hetzelfde haar en dezelfde ogen. De glimlach, het kapsel, maar geen vleugels. Oh, eindelijk. Godzijdank, het werkte. Oké, hier. Ik heb haar gevonden. Zaak gesloten. Lila, je bent thuis. Wat is er gebeurd? Vee heeft me ontvoerd. Ik? Hallo daar. Ja, ze gebruikt de snacks om me te martelen. Dat is het. Je gaat zo ten onder. Wat? Een kind? Wat moet ik met je doen? Ik zal het aan Zeemeermin zeggen. Zeemeermin baby. Een sprookjesbaby? Oh juist, ik heb het zelf gemaakt. Dat is het. Wacht even. Stop. Ik zal zelf voor haar zorgen. Alsjeblieft. Dit is voor Lil. Staart 5. Goed gedaan, Zeemeermin. Je bent zo'n loser. Ik ben klaar voor de tweede ronde. Wat? Schat, huil niet om ons. Ik huil om mijn man. Ik huil van hem. Ach, lieve Dovie. Jongen, doei. Speel liever met poppen. Je bent te jong om je zorgen te maken over jongens. Laat me met rust. Je begrijpt me niet. Ik denk dat ik kan helpen. Hier komt onze held. Hé man, stilzetten. Dat is beter dan een gamecontroller. Alsjeblieft. Wat is dit? Moet voor jou zijn. Oh, bedankt. Hallo? Hey, liefdesverhalen zijn de beste. Echt niet? Nog niet over mijn dode lichaam. Stil, vampier. Bijt op je tong. Dag. Onze baby is helemaal volwassen. Kom op, jij. Laat vallen, vampier. Uh-oh, dat gaat te ver. Hey, met wie speel ik nu? Ik weet het. Wat is er mis met mij? Baby, oeps, ik ook. Vanaf nu heeft Lila 2 besties. Kussengevecht. Ik volg terug. Uh-oh, ze hebben zoveel plezier met spelen. Dit is te veel, weet je? Meisjes, ik doe mee. Ik
heb een splinter. Ik trek het er zo uit. Auw, alsjeblieft, nee. De vingers zullen van mij zijn. Oké, laten we magie gebruiken. Oh, bedankt. Oh nee, bed. Oeps, eieren. Slecht jong leren. Ik repareer dingen. Oh nee, nee, nee. Planken. Kijk, ik heb je toverstok. Wat vind je van mijn nieuwe haar? Geef nu de toverstok. Gebeurt niet. Wil je je toverstok terug? Hier is hij. Oh nee, mijn magie. Hier betaal je voor. Oeps, het was niet mijn bedoeling. Alweer. Oh, wat is er met mij gebeurd? Ons meisje is helemaal volwassen. Ben ik een volwassen Barbie? Ik moet de gebroken toverstok de schuld geven. Sorry. Oeps, wat is er nog erger? Wat is de oplossing? Hoi, waar zijn we? Hoi. Hé, jij gaat nergens heen. Jeetje, verstop je. Waar? Vijf. Oh. De doos is van mij. Vier. Verstop je nu in de doos? Nee, het is raar. In dat geval verstop ik me erin. Drie. Ken, hoi. Het ziet er goed uit. Wat is er aan de hand? Twee. Ik moet deze ronde winnen. Oh, bijna vergeten. Klaar of niet, hier kom ik. Waar hebben ze zich verstopt? Eerst zet ik dezelfde kubusdoos in een kolom. Net als in het spel Troom Troom Blitz. De link staat in de beschrijving. Het is hier super stoffig. Hebbes, geef je over. Oh nee, doe zoveel mogelijk duim omhoog. Het is gelukt, bedankt. Oeps, iemand nieste. Eens kijken wie het was. Een puil? De brutaliteit. Nog eentje. De grens is overschreden. Oh nee, het wordt gevaarlijk. De doos beweegt. Er is iemand. Ze heeft me gezien. Er is geen ontsnappen aan. Oh nee, ik ben zo bang. Wat is dat? Ik geef het op. Meen je dat echt? Beveiliging, breng haar snel weg. En ik speel. Zo te zien is ze weg. Ik kan eruit. Woep. Ik ben woedend. Rustig aan, niet flippen. Diep ademhalen. Oké. Adem in, adem uit. Ik ben kalm. Oh. Wat is er aan de hand? Hebben we gewonnen? Hier is jullie prijs. Gefeliciteerd. Smerig. Wow, geld. Wat is dit? We hebben gewonnen. Wat betekent dat we vrij zijn? Vooruit, we gaan. Ik kan het zo niet vieren. Ik moet me omkleden. Daar heb ik het over. Laten we gaan. Jij gaat eerst. Ik kom vlak achter je. Auw, wat is dat? Overal troep. Daar staat een bord. Red de zeemeermin. Gebeurt niet. We gingen net weg. We kunnen een vriend niet in de steek laten. Dat kunnen we wel. Kijk, ze voelt zich zo ellendig. We hebben het geld. Laten we gaan. Ik heb het geld en we gaan de zeemeermin redden. Waar ga je heen? Zeemeermin redden? Daar denk ik anders over. Ik weet een oplossing. Auw, mijn slagtand. Hoe ga ik verder zonder slagtand? Dit is allemaal jouw schuld. Jij vervelende meid. Het gebeurde gewoon. Maak je geen zorgen. Ik heb een plan. Ik leen een pijl en ik maak er een schattig hartje van. Dit is voor jou. Bedankt. Dit is de sleutel van de kamer met de zeemeermin. Het ding is, je krijgt het niet. Ik wil wel spelen.
Laten we een wedstrijd houden. We zullen snel ijs eten. Ik hou van wedstrijden. Ik moet me wel eerst omkleden. Alweer? Nee, dat gaat niet lukken. Nu beter? Geweldig. Zet hem op. Nog niet. Nu is het perfect. Geweldig. Het ijs is gesmolten. De wedstrijd gaat niet door. Oeps. Ik heb nog meer uitdagingen in petto. Touwtrekken is mijn favoriet. Denk je dat je me kan verslaan? Oh. Dit wordt leuk. Ik hou van Troom Shorts. Ga je gang. Kom op. Ik geloof in je. Ik kan wel wat hulp gebruiken. Het is eigenlijk niet zo leuk. Trekken? Trekken? Oeps. Auw. Ja, ik heb veel geoefend. Mijn hoofd. Ik hou de sleutel. Stoute meid, geef de sleutel. Nee, we zouden er al ons geld voor geven. Nee. Ik geef niks om geld. Wat heb je gedaan? Heb je deze sleutel nodig? Kijk of je hem te pakken kunt krijgen. Oeps. Zo moeilijk is het niet. Eens kijken. Er is iemand. Bah. Waarom doe je zo raar? Wormen zijn niet eens zo eng. Hier is de sleutel. Eeuw. Ik heb gewoon trek. Bah. Jam, laten we gaan. Je komt nergens. Waar is de sleutel? Kom. Waar zijn we beland? Verrassing. Op zoek naar een bestie? Voltooi eerst de volgende uitdaging. Dansgevecht. Om Mermaid te redden. We zijn klaar. Na jou. Oké, kijk en leer. Dus dat is de wedstrijd? Ik bedoel, ik vind het geweldig. Wie is de volgende? Welkom. Zo doe je dat. Spotlights. Oh nee, de lichten zijn te fel. Help. Haha, jouw beurt. Heel graag. Links, rechts, vooruit, achteruit. Snelheid verhogen. Ik raak achterop. Kut, deze video is een home run. Wow, dat zijn een heleboel duimen omhoog. Mijn hoofd. En mijn uiterlijk. Dit is een ramp. Ik moet het zo snel mogelijk repareren. Dat zag ik niet aankomen. Een poppenkostuum? De verkeerde. Nu zijn we aan het praten. Waar ga je heen? Ik probeer de kluis te openen, maar het lukt niet zonder de wachtwoordcode. Hé, open de kluis nu. Wil je de code? Doe eerst de test. Blaas alle kaarsen uit. Geen probleem. 1, 2, 3. Ik haal diep adem. Er is een stofje in mijn keel gekomen. Geen probleem, ik heb het onder controle. Voilà, we hebben de code. Hier is de code. Nee, zo makkelijk kom je er niet aan. Er bestaat niet zoiets als een onmogelijke taak. Ga ervoor. Let op de bal. Wissel. Ik heb het onthouden. De bal is hier. Nee, hij is hier. Waar is hij? Nog een keer proberen. Mijn röntgenvisie. De bal is hier. Ik heb gewonnen. Huh? Ik bedoel, dit is onmogelijk. Eerlijk spel. We hebben de toegangscode. We moeten het alleen nog op de juiste manier in elkaar zetten. Klaar. Weet je het nog? Laten we gaan.
Wacht even, wat was de volgorde van de letters? Ik ben het vergeten. Jongens, geef het juiste wachtwoord hieronder. Zonder kunnen we de kluis niet openen. Bedankt, jullie zijn geweldig. Oh, je bent erbij. Ondeugendheid beheerst. Goed gedaan, high five. Hoi, waar zijn we gebleven? De laatste uitdaging. De eerste die de lolly op heeft, wint. Oh nee, ik moet me omkleden. Slechtste timing. 1, 2, 3. Momentje, deze lolly heeft te veel suiker. Dat ga ik echt niet eten. Klaar. En we hebben een winnaar. Gefeliciteerd. Dank je. Ik hou van winnen. Nee, nu ben ik rijk. Ik krijg een geweldige prijs. Een hoop geld. De prijs is een adoptiecertificaat. Wat? Mam? Nee,